ik ben Joris Kazaar. Ik ben in 2008 afgestudeerd in Karel de Grote als fotograaf. Ik werk nu al 4 jaar als freelancer, onder andere voor het Middelheim Museum. En dat is leuk. There is a house built out of stone. Fotograaf worden is denk ik in mijn opleiding communicatiemanagement stilletjes aan een droom geworden, omdat ik door in die opleiding begon te beseffen dat een job als grijze kantoormuis niet echt iets voor mij ging zijn. En toen kwam hij daar ook al in aanraking met het belang van beeld en communiceren met beeld. En dan ben ik meer en meer into fotografie gerold, wat altijd wel een hobby was van mij. Maar ik had er nooit echt bij stilgestaan dat je er ook een job van kon maken. Totdat ik besefte dat je dat de enige juiste job de job is dat in je hart ligt en niet degene die je werkzekerheid of een gespijsde bankrekening biedt. En daarmee heb ik, dankzij mijn ouders die mij nog een kans hebben gegeven om een tweede studie te betalen, mijn droom kunnen waarmaken. Ik ben eigenlijk relatief snel aan werk geraakt. In juli afgestudeerd en ik denk dat ik in oktober, november mijn eerste opdracht had voor Milo Magazine. Dat was eigenlijk de voorloper van Goedele Magazine bij Sanoma. Ik ben er gewoon op afgestapt, zonder portfolio, wel mijn website. En toen ik eraan kwam, weet ik nog, zei ze van, heb je een boek bij? Ik zei, ik heb wel mijn website. En dan is goed met je ogen gedraaid. Ik zie er geen vervolg wel een boek bij. Wat ik doe voor het Middelheim is eigenlijk al de allround fotografie voor, ja, dat gaat van boeken tot brochures, tot postkaartjes, tot campagnebeelden als er bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling is of een nieuw werk, zoals het werk van Gurmley dat we er juist hebben gezien. Eigenlijk ja, een beetje de visuele communicatie die bij het Middelheim Museum hoort. Ook beeld van mij dat op de Facebookpagina komt, op de website van het Middelheim. Alles wat dat bij de tekst hoort, ter promotie of ter illustratie van het museum. Tree to see.